Mijn naam is Richard en ik maak deze review voor skicentrum Heemskerk. Ik heb net geskiet op de Blizzard Firebirds, met name op meervoud. Ik heb geskiet op de RSTI en ik heb geskiet op de RSTI. Ja, en ik moet echt even kijken, want die skis zijn eigenlijk hetzelfde. Ze zijn hetzelfde qua lengte, zijn hetzelfde qua radius, hetzelfde qua breedte onder de voet. En toch heb ik een duidelijk verschil gevoeld. Ik ben begonnen op de STI en daarna ben ik overgestapt op de RSTI. Nou, het lijkt natuurlijk heel erg op elkaar en dat kan ook niet anders met die dimensies. Wat ik voel is een ski die echt in de categorie sport hoort. En hij gedraagt zich ook echt als een sportski. Ik voel echt dat hij punt pakt, ik voel de versnelling. Oldschool gaat middellang en lang op zijn kant fantastisch. Ik moet zeggen dat deze skis echt goed zijn qua grip en qua glijden. Je voelt ook dat die ski snel is. Waar zit nou het verschil tussen die RSTI en die STI? Is met name de buiglijn. En ik voel dat ik met deze ski wat meer moeite moet doen om hem te buigen. Maar daarentegen krijg ik wel heel veel meer grip en versnelling terug dan bij deze. Dus als ik het heel simpel zou categoriseren, zou ik zeggen, dit is wat meer voor de lichtere, ambitieuze, sportievere skiers. En dit is wat meer voor de zwaardere, ambitieuze, sportieve skiers. En in constructie is het daadwerkelijk wel een verschil, wat niet zichtbaar is, maar wat wel zo is. Deze is uitgerust met enkel titanal en deze is uitgerust met dubbel titanal. Klein prijsverschil, maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je zelf maar weet in welke categorie jij hoort, hoor je in die lichtere gewichten. Of ben jij iemand die wel zwaarder is van gewicht, maar de voorkeur heeft aan een ski die wat meer buiging heeft in de lengte. Of ben je wat zwaarder, of misschien wel een lichtgewicht die heel veel stabiliteit wil op tempo en echt voorkeur geeft aan hard skiën in harde omstandigheden. Dan zou ik zeker kiezen voor die RSTI. Beide echt high-end sportskis, ligt dicht bij elkaar, maar er is een duidelijk significant verschil tussen deze beide toppers uit de sportcategorie van Blizzard.